Toen ik net ging studeren, wilde ik vooral met mijn studie de wereld kunnen helpen, dus ik koos voor milieuwetenschappen. Maar gaandeweg ontdekte ik dat dat niet zo makkelijk ging en eigenlijk alleen maar aan hele kleine stappen kan. En ontdekte ik ook dat ik biotechnologie erg interessant vond. En daarom ben ik nu ook in die richting onderzoek gaan doen. En ook in dat onderzoek kunnen we nog steeds wel hele kleine stapjes zetten om de wereld te helpen, maar dat gaat heel langzaam. Dat is wetenschap. Een van de problemen die wij nu hebben is dat we fossiele brandstoffen willen vervangen door biobrandstoffen. Maar de biobrandstoffen die wij nu maken zijn niet zo heel efficiënt gemaakt. Ze worden vooral gemaakt uit planten en de uiteindelijke energie in de biobrandstof is maar ongeveer 1% van de energie die de plant eigenlijk had kunnen opvangen uit zonlicht. Als alternatief werken wij aan bacteriën. Bacteriën willen we zo gaan bouwen dat ze efficiënt zonlicht kunnen omzetten in biobrandstoffen. Dus eigenlijk bouwen we een soort eencellige fabriekjes. We knutselen eigenlijk met DNA. We nemen het DNA voor een fotosysteem van de ene bacterie en brengen dat DNA in een andere bacterie. Dus we moeten eerst DNA kopiëren en knippen en vervolgens plakken we dat in de nieuwe bacterie. We hebben gezien dat als we de DNA inbrengen in onze modelbacterie, in E. coli, dat het inderdaad werkt. Het fotosysteem waar wij aan werken heeft een rode kleur en de E. coli-cellen, die normaal gelig zijn, worden inderdaad rood in onze experimenten. Daarmee weten we nog niet of het fotosysteem ook echt een nut heeft voor de cel. Daarvoor groeien we de cellen in groen ledlicht en ook uit die experimenten blijkt dat de cellen inderdaad iets kunnen met dit fotosysteem. Nou, zover zijn we nog niet. Er zijn heel veel onderzoeksgroepen naast onze die aan dit soort onderzoek werken. En we overleggen ook met elkaar. We delen resultaten op congressen en via publicaties. En je weet nooit van tevoren welke stappen precies de grote doorbraak zullen zijn. Maar met z'n allen dragen we bij en kunnen we uiteindelijk de grote stap gaan maken. Als onderzoeker ben je heel erg baas over je eigen tijd. En er moet ook nog veel gebeuren en daardoor leer je beter plannen. Maar dat beter plannen heb ik ook wel geleerd in mijn vrije tijd. Ik floorbal bijvoorbeeld en doe ik aan hardlopen, samen met collega's ook. En daarnaast organiseer ik met andere collega's in Wageningen het Science Café. En daarbij nodigen we maandelijks toponderzoekers uit die voor een breed publiek komen vertellen en vragen beantwoorden. Dat is altijd erg leuk om te doen. Faces of Science.